Zo. En goedemorgen. Het is weer lekker vroeg vandaag. Ja, dat was wel te verwachten. Het is immers zaterdag en dat betekent weer dat ik ga trainen 's ochtends. En ik ga nog wat doen het weekend. Dus ja, ik ga maar mijn bed in. Zo, nou ik ben klaar met omkleden en een intas inpakken. Dus we gaan nu naar de auto toe. Nou, heb ik net alles in de auto geladen. Vergeet ik mijn jas. Nou, we zijn in het zwembad. Dit keer is de deur wel open. Dank u. Wel een iets late kant, maar ja, goed. Is niet anders. Maar we zijn er. We gaan even trainen. En misschien hoor je dat tikkend geluid. Dat is de eerste hint van wat ik de rest van het weekend ga doen. Of waar ik naartoe ga. Ja, de landtraining hebben we ook weer gehad. Was niet zo heel pittig. Dus ik ga nu omkleden. En dan ga je zien waar ik naartoe ga. Nou ja, voordat we weggaan, ga ik je nog even iets grappigs laten zien. Het staat er namelijk al de gele training. En ik kan het vanaf hier mooi in beeld brengen. Iemand is het muisje vergeten weg te halen. Yes, ik krijg een lift. Ja, nou, we zijn op locatie. Hé, goed. Kut ding. Wacht je me nou gewoon uit? Ja. En we zijn er. Hoi, Marleen! Marleen heeft angst. Jij bent echt verslapen dat ik moet volgen. Marleen heeft angst voor de camera. Ja, maar ik moet geen morgen. Goedemorgen, krijg ik geen. Nee, ik zeg weinig. Krijg geen kus. Nee. Geen welkom. Nee. 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 Hallo. Er is gelijk al één ding dat mij opvalt in het huis. Dat potje daar. Wat zit er erin? Juist, pepernoten. Welke maand is het? Nog niet eens oktober. Volgens mij kon die pas in november. Waar heb je de zit verstopt? In Spanje. In die kast daar? Ja. Echt? Nee joh. Ja, kom met mij uit. Oh nee, het is hem niet. Marleen is even wezen pakken voor mij. Ja! Oh, kut. Je hoort het alweer, het bekende. Ja! Toontje. Kijk, ze is druk bezig nog. Wat heeft ze gemaakt? Inderdaad. En heerlijk. Dat was echt toeval. Een heerlijk broodje met ei. Roer eitje. Marleen, ik kon echt niet meer bij wat lachen. Gaat goed, Marleen? Oh. Ja, lekker een roer eitje met kruid en kruiden. Ta-da-ta-ta. Het werkt peterselie, kaas, paprika. Oh ja, en het geluidje wat je eigenlijk net hoorde, is dan weer een hint voor hetgeen wat wij volgende, ja, over een paar uur weer gaan doen. Hoi, daar zijn we weer. Hoi. Zo. Misschien denk je van, nou, het is een beetje andere kwaliteit wat je nu aan het kijken bent. Ja, dat klopt.
Ik ben even geswitcht van fotocamera naar mijn mobiele camera. Want waar we naartoe gaan, daar zijn ze niet zo blij met een fotocamera. Dat is weer een hint. Wat zal het toch zijn? Wat zal het zijn? Nou, zult u me dan vertellen? Goed. Ja. Nou, wij gaan dus naar de film. Goh! Goh! We gaan naar de Pathé. We gaan naar de Scorch Trails van de Maser... is het? Runner? Nee, Maser Runner. Jij wil erheen en je bent niet eens goed uitgekregen. Zijn nou zo? Ja, maar ik ben dyslectisch, hè. Dan wordt het gewoon heel lastig voor mij op een gegeven moment. Ja. Maar goed, we zijn nu op weg. Reis een beetje door. Gelukkig is het dichtbij en dan... Hey, oplet joh. Zo. Ik moest even ingrijpen hoor. Jongen. Nee hoor. Ja, mondelings dan. Ha. Nou, we gaan er naartoe. Het is niet zo... Waarom rem je nou? Kom op. Ik wil dat jullie door de lucht even vliegen. Ja, dat wil ik ook wel. Nou, we hebben echt een pechdag, want de parkeergarage geeft aan dat hij vol is. Dat vind ik knap, want er rijden auto's uit, maar er mag dus niks in. Ja, maar als nou die auto's hier, die en die, als die nou gewoon even achteruit gaan en dan omrijden, dan kan ik hem... Ja, dan gaan we toeteren, ja. Ja, dan kan de rest gewoon door en dan... Moeten ze naar P5 of zo? Maar goed, de film begint over 8 minuten. Zo, hoi. Nou, de film heb je achter de rug. Echt een mooie film, kunnen we zeker aanraden. Maar wel deel 1 kijken, want anders begrijp je echt niet waar het over gaat. Nou, ondertussen hebben we ook weer heel veel gedoe weer meegemaakt, want we waren iets laat voor de film. Er was blijkbaar een of andere brandoefening, of was brandalarm afgegaan in de parkeerplaats. Dus er mocht geen auto meer in. Maar ja, je kon dan niet je auto weg. Hi, Leen. Ja, en dan sta je daar dan. Dus nu stonden we onder de woonboulevard, even iets verder van de Pathé vandaan. En we hadden ook nog allemaal kleine koters die... op onze plekken stonden. Ja, sorry, ik moet het zeggen. Ja. Weet je wel, we hebben een moeilijke auto daar. De auto staat daar. Of nee, daar. Dus maar goed, we zijn bijna bij de auto en dan gaan we weer naar huis. Wat was dat? Nou, tot straks. Kom op. Ja, ze kwam erbij. Kijk hoor. Ja, maar ik doe het gewoon maar... Oh, de kak! Is er links? Ja. Nu rijden. It's very dangerous. Yeah, I know. Do you help me please? Verstoppen. Yeah, but it's the car behind me. Sorry. Teamwork. Teamwork. Hey. High five. Goed zo. Hey, de eerste keer. Toen ik mijn moeder hier ging afzetten met deze auto. Die zat ook voor de camera. Toen reed ik een beetje verkeerd terug. Want toen was er volgens mij een evenement bij het Nicodome. Aha. Maar ik ging daar heen, want ik wilde daar keren. Dus ik kon daar heel mooi keren. Dus toen vroeg, maar toen was het waren voor die mensen die ze keren aan het regelen zijn. Oh ja. Moet je goed luisteren aan die mensen? Ja, nee, maar... Die wilde het echt maar zeggen. Maar ik was voor de eerste keer in deze auto. Ik was zo zenuwachtig dat ik nu het raam open moest. Dus toen deed ik de deur open. Toen zei die meneer heel vriendelijk: maar wilt u heel naar het Chico dan? Ik zei: nee, ik wil graag naar huis, maar ik ben even verdacht. Oh, dan kunt u hier keren, zei die man. Ja, dank u wel. Wat vinden jullie trouwens niet op bril? Very sexy, hè? Ja. Ik heb hem meteen 2 gekocht. Eén baantje opschrijven graag. Doe ik die deur in. Mooi. Toppie. Hier, gaan we heen. Nou, we gaan naar huis. We moeten op boot gaan, dan moet jij tillen. Oh, dan knip je er even uit hoor. Tot straks. Gaan we snel weg of gaan we gewoon? We gaan
maar gewoon, normaal. Oké. Okay. Gewoon vroom vroom. Volgens mij is deze fietser een beetje verdwaald. Nog eventjes en hij reed op de hoofdweg voor de auto's. Ja, hij heeft een oproep aan vandaag. Ik hè? Wat heb ik? Je lolbroek. Wat gaan deze twee doen? Ik heb een boekendag, ja. Ik ga het Melena haar leven een beetje zuur maken tijdens de autorijden. Ja. Nog even boodschapjes doen voor de komende dagen. Morgen. En dan. Komende 24 uur. Ja. En dan gelukkig een huis en dan pizzasjes maken, denk ik of zo. Ja, dan moeten we even kijken wat we gaan doen met de rest van de auto van rechts. Nou, overdrijven dan compact. Rij maar! Mag even, dan mag ze hem op een invalide plek zetten. Hoe geweldig is dat? Kijk, daar heb je er eentje. Ga hem daar neerzetten. Of zet hem hier in je kanaal. Alle ruimte. Woe. Nou, Marleen heeft een plekje gevonden hoor. Maar voor deze is het niet invalide genoeg. Ja. Nou, wij gaan boodschapjes doen. Ja, ze kunnen me echt gewoon opvreten nu. Sorry Marleen. Nou, tot zometeen. Nou, we zijn weer thuis. Toch Marleen? Ja. Boodschapjes gedaan, filmpjes zijn we naar wezen kijken. En dat betekent ook dat ik je omschakel naar mijn normale camera. 3, 2, 1. Tada! Nou, nu een betere kwaliteit film. Want daar houden we van. Het is inmiddels alweer 11 uur geweest. Tijd om naar bed te gaan. Wij gaan slapen. Beste kijkers, welterusten. En tot de volgende vlog.